Hoe bereiden jullie je voor? Mentaal, fysiek gezien? Eigenlijk begint die voorbereiding gisteren al. We hebben gisteren al een video gekeken van onze tegenstander. Dus je begint het analyseren. Ja, sowieso doen we inslaan en dat soort dingen. En dan zorg ik dat ik net voordat we de baan op gaan nog even wel een soort 100% heb gegeven in de warming-up. Zet ik hem bij mijn naam, goed? Hoe ging het? De plan was vrij duidelijk, maar ik vond de uitvoering echt in het moment supreme best even lastig af en toe. Maar hoe voelt dat, laat maar zeggen, je komt net van de baan af en dan wil iedereen wat van je. Ja, nou, aan de ene kant is het een goed ding, want je hebt gewonnen. Ja, en het feit dat mensen wat van je willen, betekent dat ze waarderen wat je hebt gedaan. Dankjewel. Wat willen jullie kwijt aan de supporters? Bedankt voor de steun en eigenlijk voor de grote opkomst dit weekend. We zijn blij verrast. En jullie waren zeer hoorbaar. Zeer hoorbaar. En dat was ook echt fijn voor ons op de baan. Ja, absoluut. Goed gedaan weer. En dan hopen we jullie allemaal de volgende keer te zien. Volgend jaar weer te zien. Ja, is goed. Tot dan. Hoi. Doei.